Telstar Jong PSV. Telstar kruipt langzaam een beetje omhoog, ook in de derde periode. Ze hebben echt een goed seizoen, staan negende. Dat is met de budgetten die er zijn in Velsen Zuid echt heel knap. En ze halen zo links en rechts altijd wel weer goede spelers op. Min is er daar één van. David Min, prima doelpunt. Hier is ze op getraind, het doorkoppen van Plet en dan het druk zetten van Min. Het is wel een fout van Fedde Leijsen, de verdediger van Jong PSV. Maar die fout ontstaat ook omdat de Min hem onder druk zet. Daarna Telstar weer met Plet zelf. Voorzet te lastig eigenlijk voor Min. Maar het kan nog altijd. Turfkruijer. En weer miscommunicatie achterin. Ah ja, Jong PSV. Jong PSV met een heel jong elftal. Nasso, Van der Blaak en Tielemans. Eigenlijk de beste spelers zijn er niet bij. Omdat die gisteren mee waren met PSV 1 in Sevilla. En dus liggen er wel kansen voor de ploeg van Snoei. Dat als het echt iets wil in deze periode. Deze wedstrijd wel moet winnen. Het heeft een lastig programma. Volgende week Heracles uit. Babadi ver over ondertussen. Tweede helft dan. Jong PSV. Simon Colijn in de spits. Simon Colijn met de goal. En een mooie ook. Komt waanzinnig hoog. En legt hem dan zo tegen de paal aan. In de goal geen kans voor de keeper. Simon Colijn vlak achter Jason van Duiven. Twee grote talenten uit dit elftal. Jiménez. En het scheelt ook niet zoveel. Telstar even van slag na de goal van Jong PSV. En kansen voor de talenten uit Eindhoven. Oude Kotte. Beetje een blinde bal. En Babadi. Babadi. Subtiel gespeeld. Priske naar binnen gekomen. Maar Ronald Koeman junior in actie. Die daarna ook wat pijn overhoudt aan die redding. Maar door zijn inspanningen Telstar wel nog altijd op 1-1. En er zijn ook nog wel kansen. Aktas. Kan er heerlijk tegenaan lopen. En had Telstar zomaar op voorsprong kunnen zetten. En dus weer dichter bij die derde periode. Kansen genoeg. Hier wil het ook net niet lukken. Als Boussaku net niet uitkomt met zijn passen. Tien minuten voor tijd. Blommestein. Nee, hij komt er niet aan. Goed verdedigd door Renzo Tijtens. En zo is na een sterke fase van Jong PSV nu Telstar steeds meer op de deur aan het kloppen. Maar af en toe komt PSV er wel uit. Colijn weer. En Babadi. Technisch ontzettend goed. Heel behendig. Babadi. Kijk naar deze kant. Babadi. Alleen nog even oefenen op het afronden. Verder een perfecte actie van Babadi. Blijft het dan bij 1-1 voor Mike Snoei en zijn elftal. Een uitslag waarmee de hoop op de derde periode eigenlijk alweer is gevlogen. Telstar kan zich nog wel via de competitie gewoon plaatsen voor de play-offs. En ook in de vierde periode. Of ze kunnen deze wedstrijd nog winnen. Maar het is Jong PSV wat in de aanval is van Duiven. Komt er dan nog een kans voor Telstar? We zitten al 40 seconden buiten tijd. Buiten de 6 minuten blessuretijd die er al zijn bijgerekend. Dus wordt het een lastig verhaal. Koeman junior stuurt ze nog één keer naar voren. Alles of niets. Die lange bal is goed. Maar dat er wel wordt verloren. En daarmee is de wedstrijd klaar. Telstar heeft een goed seizoen. Maar blijft wel steken op 1-1 tegen Jong PSV.